iets naar rechts. Zo. Kom. Zo. Kop een beetje omlaag en dan in het midden. Deze werkt nog wel aardig mee. Kom. Dat is eigenlijk één houding voor, dus dat de poten naast elkaar staan. En de staart die moet niet helemaal plat op de grond liggen het liefst. Maar die duik die werkt dus niet mee, dus ik moet hem constant terugsturen naar achter toe. Zorg dat hij zijn poten recht zet, af en toe een beetje plagen dat hij een eindje loopt. En dan staat hij daarna vaak weer mooi. En zo worden ze dan. Ik zet duif op de foto voor voornamelijk voor mensen die in de handel zitten in de duivensport. Er worden heel veel duiven verkocht. Op internet worden er honderden aangeboden. En die duiven die moet ik allemaal vrijstaand maken. Dus ik ga de achtergrond wegknippen. En dan kan die in advertenties gebruikt worden. You better work. Ja, ik vind ze zeker mooie duiven. Ja. Ik vind niet per definitie zo'n standaardfoto mooi. Ik vind de foto van de vliegende duif eigenlijk mooier. En deze zijn er heel erg mooi. Hier zie je dus het moment dat de duiven uit de wagen komen. Ja, vind ik schitterend om te zien, zo'n moment. Dan kunnen er wel 10.000 zijn die de lucht in gaan. Een beetje mineralen en klei. Piksteen noemen ze dat. Dat hebben de duiven altijd nodig. De vluchten die vinden plaats tussen eind april en begin september. Dus als het goed weer is eigenlijk. En nou is het kweken. Dit moet de toekomst zijn eigenlijk. Ik heb hier eentje die is gisteravond of vanmorgen uitgekomen. Dus die is nog echt heel erg klein. Kijk, dit eitje is aangepikt. Er zitten al wat barstjes in, dus die komt vandaag ook nog uit. Greetje, ja. Dat is een van mijn beste duiven. Die is nu 10 jaar oud. Deze heeft zelf niet gevlogen, maar de nakomelingen daarvan, bijna alle goede vliegduiven van ons, zit deze in de stamboom. Dus het zij als moeder of oma of overgrootoma. Dus die vererft heel erg goed. Mijn eigen duifje die vindt dat niet zo erg. Nee. Die vindt alleen een beetje jammer dat ik niet echt van reizen hou. Maar goed, ik ga natuurlijk wel mee op vakantie. Maar dat is niet echt mijn hobby, op vakantie gaan. Ik ben liever thuis bij mijn duiven.